Gewonden bij brand in Rittem. Het is vrijdag 1 augustus. Dit is Zeeland Nu. Een loods is helemaal uitgebrand. Ondernemers gedupeerd door werkzaamheden. En de betekenis van Hosternokke. Dag dames en heren. Een 76-jarige man uit Oost-Soeburg is vanmorgen gewond geraakt tijdens een grote brand in een loods bij Rittem. Hij is met brandwonden aan armen en benen naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak even voor 8:30 vanmorgen uit. En toen de brandweer aankwam, stond de bejaarde man onder de koude douche vanwege zijn opgelopen brandwonden. De rookpluimen waren in de wijde omgeving te zien. Door de inzet van meerdere blusvoertuigen wist de brandweer te voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen panden. En na bijna 1,5 uur werd het zijn brandmeester gegeven. Ja, 1 gewonde dus en hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. De werkzaamheden rond de Vierhaven in Perkpolder zijn een drama voor de ondernemers in het gebied. Het heeft het zomerpontje al honderden klanten gekost en de eigenaar van het paviljoen onderaan de dijk heeft de helft minder gasten. Nieuwe woningen, een hotel, een jachthaven en een golfbaan. Het plan Perkpolder moet het gebied een impuls geven. Maar de prijs die de ondernemers in de aanloop ernaartoe betalen is hoog. We hebben hier een probleem dat de meeste klanten gewoon niet de boot kunnen vinden, omdat het zo slecht wordt aangegeven door de provincie Zeeland. We lopen door gewoon heel veel klanten door mensen. In het begin hadden ze ook al borden neergezet verboden in te rijden. Die hebben ze gelukkig al weggehaald. Maar de bewegwijzering zou een stuk beter kunnen nog. En zeker voor fietsers. Groepen missen we heel erg op het moment. Ja. De fietsers die vanmorgen de boot wel konden vinden, hadden het lastig onderweg. Om eerlijk te zijn was het niet zo makkelijk te vinden. Nee, terwijl wij hier toch uit de streek komen, waren we toch wel even onzeker hoe we moesten rijden. Het is niet makkelijk, hè. Ik ben hier al komen zoeken en ik heb het met de fiets verkend. En nu weet ik hoe dan ik met de wagen moet komen. Maar als je niet van de streek bent, is het onmogelijk om het te vinden, denk ik. Het is niet aangegeven, er staat juist 1 bordje daar aan de dijk. Maar dan ben je er bijna. Maar om daar te geraken is het praktisch onmogelijk. De bewegwijzering is slecht en hier en daar ontbreken zelfs borden. En dat is nog maar een deel van het probleem, want de werkzaamheden rond het haventje zijn nog niet afgerond. Er ligt overal rotzooi en overal puin. En de mensen klagen erover dat ze het niet veilig vinden op de fiets. Dus dan hebben ze nu al dat ze een hele stuk moeten gewoon lopen met de fiets, want anders dat ze misschien uitglijden. Ze zijn er wel, van vanochtend zijn ze wel bezig om alles een beetje schoon te maken. Maar het blijft nog steeds een rotzooi. Toch zullen de ondernemers nog even geduld moeten hebben, want voorlopig zijn de werkzaamheden nog niet ten einde. Een 51-jarige vrouw is vanmorgen in Achterkerken gewond geraakt nadat ze van haar paard was gevallen. Het paard ging op de Achterkerkse weg door een nog onduidelijke reden bokken. En door dat gespring kon de berijdster niet meer in het zadel blijven zitten. Ze klapte op het asfalt en de vrouw is afgevoerd naar het ziekenhuis in Goes. Ze is volgens de politie licht gewond geraakt aan haar ribben. Zieke zeehonden die aanspoelen aan de Zeeuwse kust kunnen voortaan in de buurt worden opgevangen. Net over de provinciegrens in het Zuid-Hollandse Stellendam wordt hard gewerkt aan een zeehondenopvang. En daar kunnen op termijn 70 tot 100 zeehonden per jaar worden opgevangen. Tot voor kort werden zieke zeehonden die aanspoelden aan de Zeeuwse kust naar het Groningse Pieterburen gebracht. Dat zorgde voor veel kosten en reistijd. Maar binnenkort kunnen ze hier terecht, in Stellendam. En dat heeft niet alleen financiële voordelen, het komt ook de zeehondenpopulatie in Zeeland ten goede. Waarom deze nodig is, je hebt natuurlijk steeds meer zeehonden in de Zeeuwse Delta. Wat je nu heel lokaal kan doen, kijken naar de zeehonden die uit dit gebied komen, specifiek uit dit gebied. En je krijgt inzicht in het populatie en het beheer van de zeehonden hier in de Zeeuwse Delta. Hoewel er nog hard gewerkt wordt, hebben de eerste patiënten zich al gemeld in Stellendam. Het zijn Duc en Meldon. Duc, die je achter ons ziet, die komt van Hoek van Holland af en Meldon komt van Rittem af. Dus ze zijn in deze tijd te veel afgevallen en die komen naar het strand toe. Ja, en dan is het een kwestie van helpen en een beetje bijvoeren. Oprichter van de zeehondencrash in Pieterburen, Leniet Hart, steunt de opvang in Stellendam met geld en kennis. Want hier in het Zeeuwse en het Zuid-Hollandse zijn geen mensen die verstand hebben van zeehonden.
als ze ziek zijn. Niet van een ziekenhuis. Ze hebben alle verstand van zeehonden die aanspoelen en wat ze moeten doen. Maar de fase die dan komt, die kennis is hier niet. En die kennis moet hier komen. Een van de mensen die de kennis gaat overdragen is verzorgster Roos Janek. Ze had vandaag haar handen vol aan Duke en Meldon. Duke is niet zo blij met mij. Geeft niks. Hoe komt dat? Ik denk omdat ik hem net heb gepakt. De zeehondenopvang is afhankelijk van giften. Een zeehond adopteren kost €500, maar u kunt natuurlijk ook een kleinere donatie doen. Duke en Meldon danken u. Ja, dit jaar moet het dan toch echt gebeuren. Het strand van Schouwen-Duiveland moet in de schoonste stranden top 10 komen. Dat vindt in ieder geval de gemeente. Het strand wordt dan ook met allerlei soorten materieel schoongehouden. Gedurende het jaar gebeurt er van alles op het Schouwse strand om te zorgen dat het schoon blijft. Afhankelijk van het werk is er per dag maximaal 7 man in touw met het onderhoud van 21 kilometer strand op Schouwen-Duiveland. Daar komt er eigenlijk heel veel voor kijken. Veel meer als mensen denken van alleen maar prullenbakken legen. Dat begint al in het vroege voorjaar met het strand weer helemaal bereikbaar te maken, toegankelijk te maken. En naarmate het seizoen vordert krijgen we ook steeds meer met afval te maken, met onderhoud van de duinpaden, noem maar op. Zo wordt bijvoorbeeld het zand gezeefd om troep eruit te halen en gebruikt Schouwen-Duiveland sinds een jaar grote ondergrondse afvalcontainers op het strand. Maar ondanks al dit werk ontbraken de Schouwse stranden, in tegenstelling tot de rest van de Zeeuwse kust, vorig jaar in de schoonste stranden top 10. Ja, dat deed heel erg pijn, dat snapt u wel, want we hebben wel een aantal blauwe vlaggen en dat is ook niet voor niks. Dus, en we zijn echt heel zuinig op onze stranden en we zijn er altijd echt zo hard mee bezig om ze schoon en goede voorzieningen. En, dus ja, dat deed heel erg zeer, dat begrijpt u wel. Nou, dat is op zich niet zo'n pijnlijk moment als je ziet hoe hoog de score in heel Nederland is. Wij hebben hier uiteindelijk 21 kilometer strand en daarvan 4 blauwe vlagstranden. En uiteindelijk scoorden wij een 9,85 op de schaal van 10. Dus ja, als je niet binnen de 10 hoort, iedereen was goed. En dan wordt het afwachten of al dit werk dit jaar wel een top 10 plek oplevert. De première van de rockopera O die Zee nadert. Het muzikale theaterstuk begint volgende week in en om de grachten van Fort Rammekes bij Rittem. Ja, en op die historische plekken werden gisteravond de laatste puntjes op de i gezet. Jongens, Daan, Jacqueline, Daan, zet even je porto's aan. We kunnen niet met jullie communiceren. Deze moderne variant van Odyssee door Homerus gaat over een jonge ziel die op het punt van trouwen staat. Aan de vooravond van zijn huwelijk wordt hij door zijn maten meegenomen voor een vrijgezellenfeest. Zijn leven wordt gehaald door die kleine terrorist. Die geestende, zeikende, grondfabriek heeft alles nu al voor goed gezien. Geef het nou maar toe, hij is behoorlijk in staat. Er is constant ruzie door die kleine intrigant. Hij heeft al maanden. 25 liedjes vertellen het verhaal van hun nachtelijke avonturen. Volgende week zijn er een paar try-outs en op woensdag 6 augustus is de première. Danny Blind werd vandaag in Zeist nu ook officieel gepresenteerd als assistent bondscoach. De komende 2 jaar werkt hij aan de zijde van Guus Hiddink bij Oranje. En vanaf 2016 staat Blind zelf als bondscoach aan het roer. Het afgelopen WK staat bij iedereen nog helder op het netvlies. Lage verwachtingen aan het begin, maar toch een knappe derde plek. Maar het nagenieten is voorbij. Er breekt een nieuw tijdperk aan. En voor Danny Blind uit Oost-Soepburg een tijdperk met 2 gezichten. Blind is de komende 2 jaar actief als eerste veldtrainer en zal Guus na het eindtoernooi van 2016 opvolgen als bondscoach. Vooralsnog ben ik alleen maar bezig met de rol die ik nu heb en die ik ook had. Dat is dezelfde rol, dus ik ga op dezelfde manier door. Alleen niet met een Van Gaal saus, maar met een Hiddink saus eroverheen. De waarde werd geschat van Danny en ik heb ook diverse gesprekken met hem gehad. En ook direct met hem, maar ook met mensen die in zijn directe omgeving zitten. En die waarde is heel duidelijk gebleken. Dus ik ben daar heel blij om en hij zal ook een zeer prominente rol
gaan vervullen. We hebben daar nog niet specifiek over gesproken. Kijk, maar ik heb best wel veel werkzaamheden buiten om de wedstrijd. En nou, als Guus zegt dat dat misschien iets prominenter op het veld zal zijn, dan kan dat misschien. Van Gaal stond zelf ook nog heel graag op het veld en deed zelf ook nog redelijk veel. Maar ook daar leidde ik vaak genoeg trainingen en dat zal denk ik bij Hiddink net zo zijn. De KNVB toont veel vertrouwen in Blind met de aanstelling als bondscoach voor na het EK van 2016. Het spreekt heel veel vertrouwen uit als je nu 2 jaar door kan en het dan over kan nemen. Nou, dan heb ik er 6 jaar op zitten bij de KNVB. Maar goed, dit is een mooie job in een mooie omgeving en met een mooi perspectief. Tot slot werden ook de trainers voor de jeugdelftallen gepresenteerd. Adrie Koster uit Zierikzee gaat Jong Oranje trainen. Hij wordt daar de bondscoach. En Dennis de Nooyer uit Osoepburg wordt assistenttrainer bij Oranje onder 16. Als je aan Zeeland denkt, denk je natuurlijk al gauw aan het Zeeuws dialect. En één woord is wel heel kenmerkend, Osternokke. Iets wat hoort bij het DNA van Zeeland. Osternokke. Wat betekent dat eigenlijk? Hup, de auto in. Op weg naar de deskundige. Ik ben deskundig omdat ik pakweg 40 jaar actief ben op het gebied van dialect. Met het schrijven van verhalen, liedjes, gedichten. En ja, bijvoorbeeld de uitgever van zo'n boekje als Uitstuksels. Dus u weet hoe het zit? Ik denk dat ik het antwoord wel weet. Maar let hem even voor toescheer, dan zal ik het je dit vertellen. Komt u maar met dat antwoord. Osternokke is een bastardvloek. Osternokke. Dus een verbastering van de oer-Hollandse vloek GVD. GVD. Maar uit respect voor God, voor gelovige mensen, is dat verbasterd. En het Osternokke kent ook weer zijn verbasteringen. Ostermannen. Osterlieve. Oskernoffel. En zo ben er nog wat meer te vinden. Osternokke. 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 Goed om te weten, maar waarom hoort het bij het Zeeuws DNA? Het verschijnsel dat mensen een mildere vorm kiezen dan een echte vloek, vind ik altijd typisch bij het Zeeuwse DNA hoort. Ik zou zeggen, toevoegen aan de database. Nou, we weten dus wat het betekent. De een noemt het godslastering, de ander vindt dat wel meevallen. Wat vindt u? We leggen het u voor in onze dagelijkse stemming. Een minderheid, ongeveer een kwart van de stemmers, vindt het inderdaad godslastering. Maar de meerderheid van niet, die vindt dat toch niet. Ja, u kunt ook nog stemmen, nog de hele dag tot 10 uur morgenochtend op omroepzeeland.nl. Tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Zometeen kunt u nog kijken naar Terugkieken met hierin de Scheepswerf, de Schelde in Vlissingen. Alvast een fijn weekend en een mooie avond. Dag.